ik ben heel blij dat ik de cursus Dementie en U gevolgd heb. Heel goed, heel ontspannend, vitamintjes terug. Na de cursus voel ik mij veel beter, sterker. En ik denk dat ik heb nu beter leren mijn man te begrijpen en hoe ik moest alle situatie beheersen. Het psycho-educatiepakket Dementia Nu heeft eigenlijk als doel de draagkracht van mantelzorgers te vergroten en eigenlijk hun zelfzorg een stuk in hun zelfzorg ook een stukje te gaan ondersteunen. Naast eigenlijk heel wat kennis die we aanbrengen, wordt er ook zeker ruimte besteed en vrijgemaakt om ervaringen te laten uitwisselen tussen de lotgenoten. Binnen het pakket leggen we eigenlijk de focus enerzijds op de persoon met dementie, waarbij dat we eigenlijk echt wel gaan kijken hoe dat zij eigenlijk hun dementie gaan beleven als persoon met dementie. Hoe dat de mantelzorger eigenlijk op een genuanceerde manier contact kan blijven maken met hen. We staan eventjes ook stil rond moeilijk hanteerbaar gedrag. Ook rond hoe dat we familie en de omgeving eigenlijk erbij kunnen betrekken en wat zij kunnen betekenen. Wij gaan ook kijken, stilstaan, ervaringen uitwisselen rond de sociale kaart. Welke diensten zijn er voorhanden binnen de thuiszorg? Daarnaast gaan we ook echt wel de focus leggen op de mantelzorger, waarbij dat we stilstaan bij hun gevoelens, bij welke gedachten ondermijnend zijn en hoe dat we deze kunnen ombuigen tot helpende gedachten. Ook de zelfzorg wordt in kaart gebracht van hoe dat zij voor zichzelf als mantelzorger kunnen zorgen. Je merkt ook een warme betrokkenheid en niet enkel de groep groeit eigenlijk, maar je ziet ook de individuen openbloeien en groeien in hun mantelzorg zijn. En ik denk dat dat heel mooi is om te zien. Begrip, raad, steun. Op alle manieren. Dus die zeggen hoe dat je een bepaalde situatie moet aannemen. En als je dan echt naar die mensen luistert en die raad en die steun opvolgt, ja, dan bereik je heel wat meer dan als je het niet doet. We hebben informatie uitgewisseld naar elkaar toe. En dus ook de videoclips die gegeven werden. Dus was wel echt een weerspiegeling hoe het er echt aan toe gaat in de thuissituatie. Naar het einde toe waren wij eigenlijk wel een hechte groep. Zo hecht dat we elkaar nu iedere maand nog eens zullen ontmoeten. Van de dag dat je hier je voet binnenzet, ben je aanvaard, zij de familie. En zo voel je je wel. Van, maar zo is het wel, ja. Ik voel me vooral meer begrepen. We hebben ook heel wat lotgenoten ontmoet. Die cursus was echt een verrijking voor mij.